Hallo allemaal, welkom op mijn YouTube kanaal Vreubelen met Eline. Hallo allemaal, gezellig dat jullie hier zijn. Vandaag laat ik jullie zien hoe ik deze mooie mixed media achtergrond heb gemaakt in mijn art journal. Als eerste ga ik witte gesso aanbrengen met een grote penseel en droog het daarna met de heat tool. Nu ga ik mijn sprays gebruiken en water om een mooie achtergrond te maken en droog het dan ook met de heat tool. Als ik tevreden ben met de achtergrond, ga ik die nog meer pimpen om stippels te maken met de sprays. Nu ga ik dit mooie rijstpeper gebruiken van Art by Marlene. Ik knip deze mooie bloem en bladeren uit met een schaar. Om de achtergrond nog iets extra's te geven, ga ik deze tekststempel stempelen met zwart VersaFine ink en de Art by Marlene stempels stempelen met blauw VersaFine ink. Om de achtergrond helemaal af te maken, ga ik doedelen aan de randen van mijn twee pagina's met de Posca verfpennen. Dan ga ik ze ook nog inkleuren met de Posca verfpennen. Thank you.
ga ik de mooie bloem en bladeren van Art by Merlin plakken met mijn medium en een penseel en maak het daarna droog met de heat tool. Om de plaatjes nog meer naar voren te laten komen, trek ik ze over met de zwarte Posca verfpen. Nu ga ik deze mooie bloemen cut-outs van Art by Merlin plakken in mijn journal met matte medium en droog ze daarna met de heat tool. Voor de bloemen ga ik stelen maken met de Posca verfpennen en ook grassprieten. Op de rechterpagina van mijn journal ga ik deze mooie bloem van Art by Merlin stempelen met zwart versifine ink en inkleuren met de Posca verfpennen en daarna drogen met de heat tool. Als laatste ga ik deze schattige fantasie-eenhoorn van Art by Merlin plakken, zodat het lijkt alsof de eenhoorn heerlijk relaxed gaat zitten op de paarse bloem en geniet van het mooie uitzicht. Ik vind deze tekst perfect passen voor deze pagina's. There's magic inside you, anything is possible. Laat me weten wat je van deze video vindt. Geef mij een duim omhoog, abonneer op mijn kanaal, dan krijg je direct bericht als ik weer een nieuwe video heb geüpload.
Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!